Op 19 april 1985 werd Streekomroep Start opgericht en het 30-jarig jubileum van de omroep wordt gevierd met een open dag. Het verleden ligt inmiddels achter ons, maar hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? Nou, dat ga ik binnen heel eventjes vragen aan de bezoekers. En Noa Lebenschap zojuist de speld van verdiensten uit Morgenrijken, moet ik zeggen, en Pendels en Ed Leunissen. Is dat nu nog voor u een speciaal moment? Ja, sowieso altijd, want ik mag zeggen dat het college dat echt niet elke wijk beslut, dus ook niet elke wijk Oetrijk. Daarmee willen we toch wel ook het bijzondere van zo'n spel van verdiensten accentueren, zo wie dat dan zo mooi heeft. En beide heren, ja, die hebben het toch wel echt verdiend dat ze kiks naar hun staat van dienst, dat ze kiks wieveel vrijwilligers oeren en ook wieveel jaar dat ze voor start hebben gewerkt en daarmee eigenlijk een heel groot publiek hebben bereikt, vooral ook lui die op geen enkele andere manier in contact kunnen komen met al die dingen die start via radio en televisie in geluid en in beeld weten vast te leggen. En ook van een andere kant doet gezien, voor mij als loco-burgemeester ook de eerste keer dat ik, en dan meteen twee, dus zo'n erkendheid, twee keer een spel van verdiensten heb mogen uitreiken. Dat geeft toch ook altijd een apart gevoel, want dan mogen ze als gemeentebestuur toch die blijk van waardering uit laten gaan richting lui die het echt verdienen. Je zei net inderdaad al, Ed en ook Ben hebben die rol gespeeld voor de bevolking van Sittard Geleen. Maar wie heeft Start eigenlijk die rol gespeeld volgens u? Wie belangrijk is de omroep eigenlijk? Nou, Start, wat ik al zei, is toch een manier om bepaalde zaken in de hoeskamer te krijgen. Dat is ook heel nadrukkelijk in de filosofie opgenomen. Niet om sensationeel nieuws te brengen, om iedere dag met allemaal flitsende dingen te komen. Nee, een stukje beschouwing. Maar ook, ik pak bijvoorbeeld de jeugdolympiade, waar jonge sporters namens de gemeente Sittard Geleen naar het buitenland gaan. En door ons sportief vertegenwoordigen, de wijze waarop op Start dat dan in een aantal uitzendingen werd vast te leggen, ja, dat geeft eigenlijk op een heel goede manier aan dat ook het beste vanuit Sittard Geleen in het buitenland, dat dat toch in de hoeskamers in Sittard Geleen gebracht wordt. En dat lude ook een stukje sfeer en een stukje Sittard Geleen kunnen ervaren. En naar de toekomst toe moeten we kijken wie we dat samen gaan oppakken. Omdat het medialandschap heel snel verandert, moeten we gaan kijken wie Start door een goede rol in kan vervullen. En dat is echt niet alleen door er heel veel geld in te duwen, maar slimme combinaties te leggen. En ervoor te zorgen dat die toegevoegde waarde van Start ook naar de toekomst toe behouden kan worden. Heeft de gemeente daar al ideeën over? Het is natuurlijk geen geheim, geen publiek geheim dat Start het moeilijk heeft. Heb je daar als gemeente al ideeën over? Of? Jazeker, want anders zou je natuurlijk niet zeggen. We hebben althans de roodheid op voorstel van het bestuur talentontwikkeling beleid vastgelegd, waarbij ook heel nadrukkelijk media en creatieve economie, creatieve industrie een rol heeft. En daar zie ik al een huikje om te kijken wie kennen we met Start gaat gaan doen. We hebben ook een subsidieverzoek ingediend, zelfs op Europees niveau, dat heeft het net niet gehaald. Maar een soortgelijk verzoek gaan we ook bij de provincie indienen, waarbij we ook de rol en de functie van regionale omroepen vooral ook de omroepen wie Start proberen in te vlechten, zodat die onderdeel gaan uitmaken van een groter geheel en daarmee een stevige basis kunnen leggen. Dus de toekomst ziet er volgens jou grootkleurig uit? Nou, het woord Start zei het al. Eigenlijk is het iedere keer opnieuw beginnen, iedere keer ervoor zorgen dat er ook een stukje vernieuwing plaatsvindt. Maar anders moeten we de naam omduipen, moeten we het omgooien richting einde. En wat mij betreft is dat nog heel lang niet het geval. Dus iedere keer vanuit Start denken, iedere keer op zoek nog het nieuws en kijken wie we op een slimme manier ook Start mee kunnen nemen in die nieuwe ontwikkelingen. En Leon Geijlen is oud-voorzitter van Streekomroep Start. Hoe voelt dat nu om iets te doen? Leuk om weer hier te zijn. Mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn, zoveel belangstelling is voor het werk van de streekomroep nog altijd. En ook mooi om te zien dat er zoveel vrijwilligers nog altijd actief bezig zijn. Ja, de vrijwilligers raakt direct al een gevoelige snaar. Die hebben we natuurlijk nog altijd heel hard nodig. U bent hier zelf ook vrijwilliger geweest. Kunt u vertellen wat voor u dat eigenlijk betekende?
Ja, het is volgens mij de mooiste hobby die je kunt hebben. Ik denk dat jullie dat kunnen bevestigen. Omdat je de mogelijkheid krijgt om met professionele apparatuur radio en televisie te maken. Iets wat je eigenlijk alleen maar op afstand kunt zien. Vroeger zeker, in de tijd dat ik vrijwilliger was, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja, toen was de televisie was in Hilversum en verder was er niks. En dan kon je met die apparatuur zelf televisie maken en de eigen dingen uit je eigen gemeente op radio en tv brengen. En dat geldt nu eigenlijk nog altijd, want het is nog altijd een behoorlijke afstand, ook al heb je regionale omroepen. Maar dat je de mogelijkheid krijgt om toch met mooie, goede apparatuur leuke programma's te maken en daarmee iets te kunnen doen voor de maatschappij en voor de inwoners van Sittard-Geleen en van Beek. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja, de toekomst. Ik heb ook geen glazen bol waar ik in kan kijken. Ik zie wel dat, dat veel vrijwilligersorganisaties het vaak moeilijker krijgen om nieuwe medewerkers te krijgen. Ik denk dat dat ook bij start, dat was in mijn tijd al een probleem en ik denk dat dat nog altijd wel geldt. En natuurlijk dat financiën ook een probleem is om steeds meer middelen te krijgen. En zeker bij de omroep waar je probeert ook met reclamezaken rond te breien. Ja, dat is ook lastig in een tijd van crisis. Dus de toekomst zal niet eenvoudig zijn, denk ik. Ik kan me herinneren uit de periode dat ik voorzitter was, dat er ook dat een probleem een aantal jaren vooruit te kijken en dan geld te krijgen om ook daadwerkelijk iets te gaan doen. En je ziet dat dat ook nu weer moeilijk is, dat hoor ik ook van bestuurders, om de zaken rondgebreid te krijgen. Dus wat de toekomst precies brengt, kan ik niet zeggen, maar ik denk wel dat, dat we met elkaar moeten proberen de schouders eronder te zetten om te zorgen dat het begrip lokale omroep voor deze regio behouden blijft. Rob van Ommelen, sinds eind februari voorzitter, nieuwe voorzitter van Streekomroep Start. Hoe bevalt het er nu toe? Goed, ja, maar het is best zwaar. Best zwaar, waarom? Ja, je moet. We hebben het oude bestuur opgevolgd. Er was veel op te ruimen, zullen we zeggen. En de financiële problemen waar iedereen het over heeft, ja, daar zit je vol in. Je moet zorgen dat de omroep eruit komt. Dus en dat doe je door contracten tegen het licht te houden, minder populaire maatregelen nemen, zoals iedereen nu weet. Onze hoofdredacteur stopt per 1 mei omdat er gewoon geen geld is voor Harry. Dus dat is een van de minder leuke maatregelen die je moet nemen. Hoe ziet de toekomst van Start eigenlijk uit? Weten jullie dat al? Hebben jullie al plannen overgetrokken? Nou ja, doel je op het financiële gebied of over het algemeen? Beide. Beide. Financieel hopen we eind dit jaar het weer een beetje op de rit te hebben. Het werken van de omroep zal de komende jaren heel erg gaan veranderen. Want vanuit de politiek krijg je nu de mededeling van jullie moeten gaan samenwerken met andere lokale omroepen. En ja, dat wordt een hele kluif, kan ik je vertellen, om alle lokale omroepen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Dus ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat zullen we even moeten zien. We hebben nu in mei, als ik het goed doe, weer een gesprek met bijvoorbeeld lokale omroep Stijn, waar we meer willen mee samenwerken. En hun willen ook met ons samenwerken. Maar wat dat voor een vorm gaat krijgen, dat zullen we even moeten afwachten.